Klimaatverandering. Wil ik nog wel kinderen? Ik heb nu de leeftijd dat ik over het krijgen van kinderen nadenk. Op Facebook komt de een na de andere zwangerschapsaankondiging voorbij. Vriendinnen krijgen last van rammelende eierstokken. Jij herkent dit waarschijnlijk wel. Maar is het nog wel verstandig om kinderen te krijgen, gezien de huidige staat van het klimaat? Ik wil geen kinderen omdat ik mijn kind een goede toekomst wil bieden en dat kan ik nu niet garanderen. En daarbij, een extra kind is ook weer extra vervuiling en ik weet niet of ik daar een bij wil dragen. Waar ben je bang voor je toekomstige niet-kind? Dat de aarde niet meer zo leefbaar is zoals wij het nu kennen. 27-jarige klimaatblogger Lindsay wil op dit moment geen kinderen omdat ze bang is dat de klimaatproblemen onze wereld onleefbaar zullen maken. Zeespiegelstijging, luchtvervuiling, voedselschaarste, overbevolking en massa's klimaatvluchtelingen. En Lindsay is zeker niet de enige. De Britse Blythe Papino startte onlangs de Birth Strike Movement. Vrouwen in geboortestaking. Ze is wereldnieuws. Why are you on birth strike, Blythe? Because I'm terrified, and that's putting it mildly. We feel too afraid to have kids because we feel that we're heading towards civilization breakdown as a result of the environmental crisis. We spreken de oprichter van de Birth Strike Movement via FaceTime. We've really gone over the edge already. This collapse is already happening. So predictions over the next sort of few decades to the end of the century, we're looking at quite a lot of violence and war as a result of lack of resources, food shortages, and if we really don't act immediately on a wide scale, then more than likely civilization breakdown, which is not something that I'd like to bring a family into. De controversiële kunstenaar Tinkerbell nam eerder al een definitief besluit, bedoeld als politiek statement om de problemen op de agenda te krijgen. 5,5 jaar geleden heb ik me laten steriliseren. Eigenlijk met als voornaamste reden dat grondstoffen opraken en we geen voedselzekerheid meer kunnen garanderen voor de volledige wereldbevolking op hele korte termijn. En waarom ben je erin zo ver gegaan? Ja, ik maakte een film over dit probleem. En ik wilde in die film de uiterste consequentie van het probleem laten zien. En de uiterste consequentie is, er is geen ruimte meer voor meer mensen. Ik denk dat de huidige generatie er serieus over nadenkt dan de generaties boven ons. Voor die generatie was het misschien nog een klein beetje ver van hun bedshow. En voor ons het komt gewoon heel dichtbij. Het gaat mis, het is gewoon te veel. En mensen zijn gewoon van natuur niet in staat om een catastrofe, zeg maar, zich in te beelden. Maar dit is wel wat er gaat gebeuren op het moment dat er niet ergens iets verandert. Dus je moet ergens aan een nieuw touwtje gaan trekken. En zo gezegd, zo gedaan. Ja, feitelijk wel. Ja. De consequenties voor jezelf zijn bijzonder groot. Namelijk, ja. Je kan geen kinderen meer krijgen. Ja, dat is heel verdrietig. Volgens klimaatwetenschapper Bart Verheggen is voortplantingsangst niet uniek voor onze tijd. Het is in het verleden vaker voorgekomen dat mensen geen kinderen wilden krijgen uit angst voor de toekomst. Ten tijde van de Koude Oorlog zag je dat wel, angst voor een naderende kernoorlog. Nou is dat natuurlijk een heel ander probleem dan klimaatverandering, want klimaatverandering is echt potentieel een groot probleem, maar gaat in slow motion. Tegenovergestelde van een plotselinge kernoorlog natuurlijk. Het is wel zo dat als we doorgaan op de huidige voet met maar elk jaar meer CO2 de lucht inbrengen, dat die klimaatverandering flinke effecten zal hebben die ook deels niet omkeerbaar zijn. En dat maakt het op de lange termijn wel een heel belangrijk probleem om bij stil te staan. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk among the richest. En wij zijn terecht de gelukkigste mensen van de wereld, want wij hebben het ook het beste. Maar ons geluk gaat per definitie ten koste van een heel groot deel van de wereld. En ja, dat is natuurlijk onhoudbaar. It's terrifying. I'm terrified for myself, let alone for children that I would be bringing into the world. And also, I have my niece. I have other kids in my life. My friends are having babies. I'm very concerned about their future and we need to fight. We need to not just allow this to continue. It's been happening for 30 years, this negligent behavior. In Nederland stoten we per persoon 12 ton CO2 uit en daarmee scoren we in Europa al zeer slecht.
Maar als we het vergelijken met een Afrikaans land als Somalië is het verschil schrikbarend. 1 Nederlander stoot net zoveel uit als 198 Somaliërs. Volgens klimaatwetenschapper Verheggen heeft een geboortestaking op korte termijn daarom weinig effect. Ik denk dat er meer te halen valt door het verduurzamen van het energiesysteem. Daar ontkomen we niet aan, ook als sommige mensen minder kinderen gaan nemen. Nou, wat heeft het voor nut? 1 kind meer of minder maakt niet zoveel uit, dat is waar. We zijn nu met bijna 8 miljard, dus die ene doet niet zoveel toe. Maar de daad aan zich en hem op deze manier eigenlijk tentoonstellen, heeft zoveel effect dat het iets heel groots wordt. En daar geloof ik heel erg in.